kandidaten van Miss en Mrs. Glamour. Applaus! Aisha Mertens, ik ben 23 jaar, ik woon in Gentbrugge. In het dagelijks leven ben ik bediende en ik ben jonge mama van 2 jonge kindjes. Als Miss Glamour ben ik eigenlijk een ambassadrice voor goede doelen en presenteer ik evenementen, maar ik wil een voorbeeld zijn voor andere meisjes en dames. Ik kom uit een hele diepe put met hele donkere gedachten. Met deze deelname aan deze verkiezing wil ik bewijzen dat elke vrouw het waard is om te mogen stralen, ondanks wat er gebeurt in het leven. Ik ben een fiere mama van 2 dochters die hopelijk dezelfde kriebels krijgen als mama voor mijn verkiezing. Daarnaast wil ik voor mezelf een vrouw zijn waar anderen naar kunnen opkijken. Bij deze verkiezing wil ik de krachten uitputten bij de meisjes en merken dat ze voor zichzelf zorgen ook heel belangrijk is. Mijn naam is Tine Kools. Ik ben 30 jaar. Ik ben afkomstig van Bessel. Ik woon daar samen met mijn vriend en mijn zoontje van 8 jaar oud. Ik ben te werk gesteld als een boekhoudkundig bediende. Een job die ik met heel veel passie uitoefen. Ik ben een enthousiaste en leergierige dame die klaar is voor een nieuwe uitdaging. En met dit avontuur hoop ik zelfverzekerder te worden en beter contacten te kunnen leggen met andere mensen. Ik ben 27 jaar, ik woon in Bornem en ik werk als laborant. Een goede Mrs. Glamour Belgium heeft een vriendelijke, naturelle uitstraling met een sterke persoonlijkheid, het nodige zelfvertrouwen en verstand. Ik ben ervan overtuigd dat ik over deze eigenschappen beschik, samen met een goede portie doorzettingsvermogen, wat zeker nodig is tijdens deze verkiezing. Anaïs Rukine. Ik ben 22 jaar jong en ben afkomstig vanuit Zwijndrecht. Ik werk als kassiester bij de Spar. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met kleding en make-up. En werk ik ook als zelfstandige fitcoach bij The Antwerp Fitloft. Wat mij sterk maakt, is mijn doorzettingsvermogen. Als ik iets wil, dan ga ik er volledig voor. Net zoals bij deze misverkiezing. Ik ben Messina Truijers. Ik ben 26 jaar oud en kom uit Lummen. Ik werk op de centrale sterilisatieafdeling in het ziekenhuis. Wat mij sterk maakt is mijn jeugdig enthousiasme, de drang naar avontuur, de liefde voor dieren en ik ben ook enorm eigenwijs. Hierdoor ga ik voor mijn dromen en wil ik mijn doelen bereiken. Een van die doelen is om vrijwilliger te worden in het asiel en het is eindelijk zover. Shamara, ik ben 19 jaar en kom uit Kortrijk en ik zit in mijn laatste jaar wetenschappen. Ik ben sociaal, modig, sportief, beleefd en elegant. Na mijn secundair onderwijs wil ik graag verder studeren als dokter. Ik zal mijn uiterste best doen om te winnen en ik zal met trots het kroontje dragen. Als Miss zal ik ook alle verantwoordelijkheden op mij nemen, zodat jullie fier op mij kunnen zijn. Ik ben 26 jaar oud en ik woon in Antwerpen.
ben een trotse mama van een mooie dochter Alicia. In mijn dagelijks leven werk ik in de thuiszorg om mensen te helpen in hun dagelijks huishouden. Voor mee te doen aan deze verkiezing wil ik graag mezelf vertrouwen om boost geven om door te groeien. Vooraf deze verkiezing was ik een zeer verlegen persoon die niet sterk in haar schoenen stond. Dankzij dit heb ik al veel grenzen verlegd om voortaan veel open te zijn om alle kansen te nemen die ik voorlopen. Ook wil ik graag laten zien dat je niet alleen maar een persoon bent die je denkt te zijn, maar dat je veel meer in haar maar zit dan jij denkt. Ik ben Kiana Larijs, 22 jaar oud en ik kom uit Beveren. In september 2017 ben ik een zeer trotse mama geworden van een dochter genaamd Alexis. Ik ben logistiek bediende in een woonzorgcentrum in Temse. Dit beroep sprak me vooral aan omdat ik andere mensen kan helpen en steunen wanneer zij dit nodig hebben. Ik doe mee aan Miss Glamour om aan alle jonge mama's te laten zien dat ze nog steeds kunnen schitteren. Dankjewel en geniet van deze avond. Lala Drave, ben 22 jaar en woon nog steeds bij Hotel Mama en Papa in Mol. In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met de verzorging van mijn paardje Tor en doe ik leuke activiteiten samen met mijn vriend Sebbe. Waarom doe ik mee aan dit avontuur? Wel, ik ben een doorzetter en een persoon die niet snel opgeeft. Dit wil ik dan ook aan iedereen meegeven. Wat er ook gebeurt, blijf ervoor gaan en uiteindelijk kom je er wel. Zo, dat waren onze dames.